Zo, eventjes iets contrastrijks laten zien. Mijn nieuwsgierige kat en een Baofeng UV3R. En ik heb nog een porto. Die zal ik er even bij leggen. Een zogenaamde NAVO-porto. Ja, en dan is het grappig ook nog. Welk van de twee was het goedkoopst? Deze is 1 watt. En dan werkt op 70 megahertz. Volgens mij van 60 tot 80 werkt die, als ik me niet vergis, in 25 kilohertz stapjes. Dat noemden ze een porto toen, hè? Moet je kijken. Zoals mijn kat lijkt klein vergeleken met de porto. Maar voor die Baofeng heb ik, als ik me niet vergis, voor deze 32 betaald, inclusief versturen, euro's. En deze bij Baco in Amuiden voor 12,50 euro. Maar dat was voordat de 70 megahertz band vrij was. Dus we zouden er nu vast meer voor vragen. Wat een koeien. Goed, kijk. En dat ding is nog zwaar ook, hè. Dat moet je ook, jongen. En dat bouwvengertje erbij. De baby en de reus. Ik vind het wel komisch, inderdaad. Jongen, wat een knol van een porto is dat. Het lijkt wel een wolkenkrabber op deze manier. Nou goed, genoeg lol. Wat vind je ervan, Martine? Wat zeg je ervan? Martine die denkt, ach, NW, daar heb je hem weer met zijn snufjes.